En dat is 6. Ja, klopt. Ik had het van tevoren nog even bekeken. Of in ieder geval iemand gehoord dat het de 6e keer zou zijn. Dus ik dacht, jammer, 5 klinkt beter, 6e keer. Dus op naar meer. Ja, ga je hier dan ook naartoe met het idee van, nou, ik ga die 6e zegen pakken? Nee, niet met dat idee. Natuurlijk is het wel het doel uiteindelijk. En dat levert ook wel wat druk op, maar die heb ik mezelf opgelegd. Ik ben degene geweest die 5 keer heeft gewonnen. Dus ja, je staat van tevoren wel met een ander gevoel aan de start dan bij andere wedstrijden. Alles nieuw en ja, met een podium ben je al snel tevreden. En hier zei ik ook van tevoren van ja, alleen maar met eerste plek zal ik uiteindelijk tevreden zijn. En dat is best wel lastig eigenlijk. Ja, want ik zit in deze arena dan een beetje te kijken en al die mensen zeggen ja, de groep is nog bijeen, maar straks gaat Klamen er in eentje vandoor. Ja, met het fietsen. Ik had achteraf met Maya Kingma weg willen gaan. Hadden we ook van tevoren afgesproken, maar als het mogelijk is doen we dat. Maar ja, goed, er werd ontzettend goed gereden dit keer. We zijn weggebleven met een groepje. Dus ja, dat was jammer. Ik had het ook haar heel erg gegund en het was hartstikke leuk geweest om met 2 Nederlanders of eventueel met Rani ook weg te gaan. 3 Nederlandse, dat was gewoon super tof geweest. Maar goed, er wordt goed gereden en het zegt ook wel iets over het niveau. Dat het niveau de afgelopen jaren omhoog is gegaan. Want vroeger ja, dan ging je met z'n tweeën vandoor en dat was prima. Maar tegenwoordig laat men dat niet meer gebeuren. Je ging er vandoor met de Française en ja, jullie hadden niet een hele goede verhouding, hè? Nee, dat ging niet helemaal lekker. Ik dacht eerst van het begin van aanragen, laat maar. Maar ze trapte de hele tijd op mijn schoenen. En ik dacht, ja, zo meteen loop ik met 1 schoen rond. Dus ik zei al in het begin heel voorzichtig van, hey, ga er anders even naast lopen of iets een gaatje. Maar dat deed ze niet en ze trapte de ene keer op mijn schoen en nog een keer en nog een keer. Ja, 1 keer kan per ongeluk zijn, maar... Precies, en het bleef de hele tijd doorgaan totdat ik er wat van zei. Toen dacht ik, oei, de camera zit hier ook bij. Maar goed, ja, dat is sport ook. Dan denk ik, ja, daar moet je ook tegen kunnen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik maar er vandoor. Ja, dat kun je dan het beste doen, want jij blijft altijd ongelooflijk netjes. Ja, ik had ook niet van jou een elleboog verwacht of zo. Nee, maar ik moet heel eerlijk toegeven dat het wel in mijn hoofd rondging. Ik dacht, liefst had ik er nu echt even een trap gegeven. Maar ja, goed, hey, de sport moet netjes blijven. Dus ja, op een gegeven moment ben ik er vandoor gegaan. Ik had het niet helemaal in de gaten, totdat ik eigenlijk de motoren vooral hoorde. Van, hey, 1 motor is weg en hij komt er terug. Ik dacht, volgens mij is het er niet meer. En ik voel niemand meer op mijn schoenen lopen, dus dat is ook gunstig. Je staat hier al aan de start als topfavoriet, maar ook gezien, denk ik, dit seizoen. Want je draait lekker. Ja, het gaat goed eigenlijk. Ik heb wel wat wisselvallende resultaten gehad. Ik ben ontzettend goed begonnen met mijn beste resultaat ooit. Vervolgens een beetje een dipje gehad met een 10e plek of een 12e plek en een DNF, niet finish. Vervolgens ja, weer opgeschoven naar nummer 4, dus ik sta momenteel 3e van de wereld. En zo hoog heb ik nog nooit gestaan, dus dat is wel heel spannend. Ja. Ja. Wat is nou het doel nog, de rest van het seizoen? Nou, mijn doel uiteindelijk is top 5 behouden. We hebben over 2 weken wedstrijd in Hamburg. Dus een WTS-wedstrijd, dus hoogste niveau. Vervolgens hebben we daar de team relay, dus een nieuwe Olympische discipline met estafette. Dus ja, een vrouw start, een man, een vrouw, een man doen allemaal een superkorte triathlon. Het is ontzettend leuk om te zien, best pijnlijk. Maar omdat het een teamwedstrijd is het ook gewoon ontzettend leuk. Omdat triathlon normaal best een ja, sport is wat je gewoon in je eentje doet. Vervolgens gaan we naar Canada. Daar hebben we de volgende wedstrijd, trainingsstage naar Amerika, terug naar Canada en dan 2 weken daarna gaan we naar Australië voor het WK. Ja, het is echt werk, hè? Ik hoorde je net al zo'n verhaal vertellen. Ja, de afgelopen jaren is het steeds meer inderdaad ook gewoon mijn werken geworden en die knoop heb ik op een gegeven moment ook doorgehakt, want het kon niet allemaal samen meer. Soms krijg je wel eens de vraag, ja, maar wat doe je dan naast het trainen? Ik zeg, nou, social media, sponsoren, je eigen financiën, je eigen reizen boeken, etcetera. Je bent er gewoon dagen mee bezig. Maar het is ontzettend leuk, hoort erbij. Dat moest je vanochtend ook uitleggen aan 2 jongens, begreep ik net. Ja, het was leuk. Ik was mijn fiets in de wissel aan het zetten. En ja, ze zaten daar een beetje te praten over feestjes. En totdat Sam me zei van, ja, een rare hobby. Ik zei, nou, het is een beetje een uit de hand gelopen van hobby. Ja, maar wat doe je dan met zo'n fiets? Hoeveel kost zo'n fiets dan? Nou, ik een beetje uitleggen. Nou, ze snapte niks van. En word je ook gesponsord door Red Bull dan? Ja, echt een rare hobby. En een beetje uitgelegd van het is niet alleen maar meer een hobby. En op een gegeven moment hadden ze wel door dat het, ja, dat ze snapten het niet helemaal. Maar het was wel leuk. Ze hadden het meer over het feest vanavond dan over de wedstrijd zelf. Maar het was grappig om te zien. Ja. Je hebt wel leuk werk, toch? Beetje afleiding voor de wedstrijd. Dus ja, ik heb absoluut leuk werk. Vooral hier. Wat ga je nog doen vanavond? Feestje vieren hier ook, dan met die jongens misschien? Nee. Mijn zusje die treedt op in Nijmegen. Mijn zusje zingt. Dus die sport wat minder, maar die zit meer de andere kant op. Dus ik ga zo meteen door naar Nijmegen. En je ziet mij vanavond in een theaterhal zitten. Nou, veel plezier. Dankjewel.